Marja Heerkes was pas drie maanden burgemeester van Gilsen en Rijen. In september werd ze benoemd. Daarvoor was Heerkes vele jaren gewaardeerd raadslid en wethouder in Breda. Woensdag was ze nog aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Donderdag meldde ze zich ziek. En dit weekend werd duidelijk dat ze niet meer in haar functie zal terugkeren. Om redenen van persoonlijke en medische aard, zo staat in de verklaring. Wat wij begrepen hebben gisteren in, de, in het uh, provinciehuis is dat zij uh, zich niet in staat acht en haar artsen ook niet om de rol als burgemeester te vullen. In de zin zoals dat uh, ja, verwacht mag worden van een burgemeester. Je denkt niet dat dat kan gebeuren. En het personeel vanmorgen ook. Het was echt. Uh, iedereen dacht, ja, hoe kan dat nou helemaal staan? Nou? Totaal onverwacht. En vooral haar, voor haar persoonlijk een groot drama.